Eigenlijk ging ik de kringloopwinkel binnen voor deze. En ik kwam thuis met deze geweldige Singer trapnaaimachine. En nou staat die boven op zolder. Het was een heel gesjouw en daarom heb ik het zoveel mogelijk in delen gedaan. Dus de laadjes eruit, maar ik heb ook de naaimachine losgeschroefd. Zo, dan is het nu tijd om het weer terug te plaatsen. Even kijken. Ik had de Ik had de schroefjes hier gedaan. De versieringen zijn prachtig. Hier zie je een Egyptische sphinx. En hier nog eentje. En natuurlijk het logo van de Singer. Hier zie je het serienummer F3322763. Op internet kun je in deze database van Ismax, ja, hoe spreek je het uit? IMAX. Klinkt gelijk als een computer en niet echt als een oude naaimachine, maar goed. En ik heb het nummer nu. En het serienummer ga ik nu opzoeken. Begint met een F. Ja. Oké, daar is verder geen onderscheid. Dan 3322. Oh, hier gaat hij opeens hard, zie je dat? 17. Dan gaat hij opeens naar 82. Maar ik denk dat ik wel in de buurt kom. 3. Nee, hier. Oh, moet wel even opletten. 3. 2. 7. 6. 3. Ja. Kijk, dit is hem. Januari, juni 1913, gemaakt in Clydebank in Schotland. Oh, wat gaaf! Ik heb dus een 100-jarige in huis. Even kijken, 15k. En dan 200.000. Even kijken, daar moet een logica in zitten. Ik ga even naar de verklaring zoeken. 15k, dat is de machineklasse. Oké. Oh, en dit is de hoeveelheid. Ja, dit is hem. De machine is dus 15k. Oké, goed. En er zijn er 200.000 van gemaakt. Kijk, als ik zo eentje had, dan waren er maar 20 van gemaakt. Dan had ik echt een collector's item. Mijn naaimachine is dus hier gemaakt. Ah, in de omgeving van Glasgow. En op een gegeven moment is die naar Nederland gekomen. Oh, dit is echt waarom ik van internet hou. Oh, kijk, de fabriek. Een oude foto. Vlak bij de trein. Ach, in 1980 in juni gesloten. Oh, en het gebouwencomplex is afgebroken in 1998. Deze website van Sandman Collectibles is ook geweldig om je Singer verder te identificeren. Het is een soort online quiz.
Oké, de volgorde is niet per se van 1, 2 en 3. Start hier. Oké, klik hier en dan gaan we naar 44. Kijk naar dit op je naaimachine. Zijn ze erg dun en vormen ze een kruis? Nee, nee. Als je naar je machine kijkt, als je gaat naaien, waar zit de spanningsknop? Zit die voor je? Nee, hij zit aan de zijkant. Dus de left side. Oh, dan ben ik weer bij 2. Elektrisch of niet elektrisch? Niet elektrisch. Even kijken, het zijn allemaal dezelfde machines. We gaan zoeken of het een vroege model 15 is of een laat model 15. En als je zo'n klein wieltje rechts hebt, nou ja, wat het dan is, weet ik niet, maar daar moet je naar kijken. Het kleine wieltje, nee, dat heb ik niet. Zonder dit kleine wieltje, dan gaat het aan de voorkant. Even kijken hoor. Ja, dit lijkt heel erg op mijn machine. Alles zit aan de voorkant. Egyptian style, ja zeker. Ja. Oh, ik ben alweer klaar. Kijk naar het plaatje. Ja, dit klopt. Oh, dat is de truc achter deze website. Als je dan de manual, het handboek erbij wil, klik hier. Oh, dan zal je dat kunnen kopen. Nou, dat maakt niet uit. Maar ik heb dus een early model 15, een vroeg model 15. Oh, dat zou ook die 15K van de andere database kunnen zijn. Oké, duidelijk. De machine ziet er nog waanzinnig goed uit. Er zijn weinig beschadigingen of krassen. Er zitten aan beide kanten twee ladekastjes. Gaan een beetje moeizaam. Je ziet hier is het knopje vanaf. En die gouden bolletjes die zijn niet authentiek. Er zaten oorspronkelijk wel van dat soort bolletjes op, maar dan van hout. En er is één grote la. En hier ook nog twee laadjes. Ik moet zeggen, over de spoeltjeswinder heb ik mijn twijfels of dit zo los hoort te zitten, maar goed, dat gaan we uitvinden. En in deze naaimachine zitten nog steeds van die spoeltjes, ronde spoeltjes, in tegenstelling tot andere oude naaimachines, die hebben nog wel eens van die langwerpige shuttles. Maar deze passen ook gewoon op een moderne naaimachine en dat is handig. En nu gaan we aan de slag met de riem. Hij is van leer, hij is nog helemaal intact, maar hij zit nog los. Hij zit beneden heel los, omdat hij bovenaan niet goed vastzit. Dus daar moet ik hem eerst om het wiel zien te krijgen. Dan pak ik hem hier achter zo vast. Even kijken hoor, wat is dit dan? Het is iets voor de spanning. Waarschijnlijk om hem los te maken. Ik heb hem bijna. Ja.
Hij zit. Kijk maar. Oh, kijk, kijk. Hij gaat gelijk mee. Oh, geweldig. Nou, hij doet het in ieder geval. Ik ga hem inrijgen en uitproberen. Het scheef. Oké. Nu het lastigste gedeelte, zeker met mijn slechte ogen. En het grappige is, de naald zit schuin. Je moet van de zijkant steken. Ja, hij zit niet echt schuin natuurlijk, hij zit loodrecht, maar nee. Helaas, dat kost even wat meer moeite. Misschien dat ik maar zo'n Willemientje erbij moet pakken. Heb ik die hier? Nee, nee, nee. Weet je dat mijn eigen moderne naaimachine zo'n automatisch naald door de draad halertje heeft? Waarom doe ik zo moeilijk? Ja. Zo, ik bespaar jullie 5 minuten film met heel veel mislukte pogingen. Ga ik eerst de draad naar boven halen. Oké. Langzaam maar zeker komen we er wel. Voeten klaar. Je moet altijd hem eerst naar je toe doen met zo'n draai aan het wiel en dan moet je gaan starten, want anders dan gaat hij de andere kant op. Vraag me niet waarom, maar dan naait hij achteruit. Ja, ik heb het ritme. Ja. Oké. Ai. Het ziet er goed uit aan de bovenkant. Misschien dat ik hem iets strakker zou moeten doen. Maar aan de achterkant is het één partij lussen.
Nee, het wordt niet echt beter. Maar het zit ook scheef hier, dus als ik hem nou eens extra hard aandraai. Hij blijft van onderen toch eigenlijk lussen. Ik denk dat er hier een probleem zit. Kijk, hij zit namelijk scheef. En dat komt omdat er hier een klein stukje ijzerdraad uitsteekt. Maar het lijkt wel of er iets afgebroken is. Het is zo'n heel klein stukje. En daardoor zit alles scheef. Ja, dat lijkt me ook niet echt de bedoeling. Ik denk dat ik toch maar weer eens ga kijken op internet wat er nou precies aan de hand is, want ik kom er niet achter. Deze foto maakt mij een heleboel duidelijk. Kijk, ik heb hier een piepklein stukje ijzerdraad en verder niks. En het is heel simpel, het is bij mij dus afgebroken, daarom zit ja, die bekkens, het lijken net twee van die muziekinstrumenten, maar dan heel klein natuurlijk. Maar daarom zit dat zo scheef en ik mis helemaal hier een soort, ja, zo'n veer, tension spring noemen ze het wel. Dus mijn machine is niet compleet, ik moet op zoek gaan naar zo'n veer. En ik moet zeggen, ik vind dit plaatje wel heel erg mooi hoor, met die bladeren. Ik heb zelf een heel eenvoudige, gewoon een ongedecoreerde versie. Oké, het internet heeft me al heel veel gebracht aan informatie. Ik ga op zoek en ik ben benieuwd wat het me nu brengt. En na een beetje zoeken over de hele wereld, vond ik dit in Engeland. En na enige aarzeling, je denkt natuurlijk Engeland, oh, verzendkosten, duur, duur, duur. Nee, het bleek zelfs goedkoper dan een pakje verzenden in Nederland. Ik was iets minder dan 6 euro kwijt voor verzendkosten. So, let's replace this. Ouderwetse naaimachines zijn heel simpel. Het is vaak een kwestie van een paar schroeven. En zeker omdat deze niet op stroom gaat, durf ik die heel makkelijk eruit te halen. En kun je in het binnenste van je naaimachine kijken. Oeps. Oh, dit is gelijk alles.
Dan gaan we weer. Dit blijft toch het lastigste gedeelte voor mij. Ik zie het gewoon niet goed. Oké. Ik vouw hem dubbel. Want zo'n enkel stofje is best wel dun. En bij het naaien gaat het er meestal om dat je in ieder geval een paar lagen stof hebt. Nou, daar gaan we. Even kijken, dit is nog te strak. Vooral de onderdraad nu die een beetje dwars doet. Misschien dat het spoeltje leeg is. Ja. Oké. Zo wordt het natuurlijk helemaal niks. Dit zijn echt de laatste stuiptrekkingen van het spoeltje. Ik ga een nieuw spoeltje rijgen. Even kijken. Ik doe het maar even handmatig, want dit lukt nog niet helemaal. Ja, hij draait er steeds af als ik hem zo doe. Oh, wacht, natuurlijk. Het mechanisme om de machine te ontkoppelen. En als ik hem dan zo doe... Kijk. Nou ja, het is wat. Ja, hij doet het. Oh, geweldig. Ja, ik zal nog best veel stiksels moeten proberen, maar uiteindelijk gaat het me vast lukken om een mooi en regelmatig resultaat te krijgen. Nee, dat is niet de goede kant op, duidelijk. Als je geen enkele creatieve video van mij wilt missen, abonneer je dan op het YouTube-kanaal van de Do-It-Yourself Diva. Tot de volgende video!